Ik ben Kitty van Almere City. Kennelijk is de paniek erg toegeslagen. Verliest men elke vorm van beschaving. Ook de premier laat zich buitengewoon onbeschaafd open en aan. Er is geen enkele reden voor het Nederlandse volk om ongerust te zijn. Het zijn normale verkiezingen. Ik heb mijn programma ingediend bij de kiezer. En we gaan 15 mei stemmen. En de uitslag, die is geldig. Ja, hoi. Juridisch zijn alle godsdiensten in ons land gelijk. Cultureel zijn ze dat in mijn ogen niet. Het christendom, dat heeft dit land mee opgebouwd. Cultureel, maar ook economisch, maatschappelijk in alle opzichten. En onze bijzonder onderwijs, dat is het resultaat van een lang historisch proces, waarin kerken een belangrijke rol hebben gespeeld. Nou heeft hij problemen met sommige, dat onderstreep ik, islamitische scholen. Als jij dat probleem nu even wil oplossen, alles, door de onderwijsstrijd opnieuw aan te gaan, dan denk ik, dat is schieten met een kanon op een mug. Dat doe je dus niet, dat moet je gewoon niet doen. Mijn idee is veel meer dat je op die islamitische scholen, waar dat kennelijk problematisch is, een extra inspectie zet. En zorgt dat daar de moderniteit ook onderwezen wordt. Dus gewoon in het lessenpakket zit. En dan is het verder aan de mensen daar wat ze daarmee doen. Dus op een islamitische school moet je, wat mij betreft, kennis nemen van onze kernnormen en waarden. Dat is wat er moet gebeuren. Maar mag je ook, want daar is het een islamitische school voor, kennis nemen van de kernnormen en waarden van de islam. Nou, en dan, ik vind dat je je kinderen niet erg gemakkelijk maakt als je ze zo een moderne maatschappij instuurt. Maar ja, dat is het recht van de ouders. Daar wil ik niet in treden. Omdat ik de discussie en de strijd voor zover nodig met de islam zonder meer aanga. Ik gewoon zeg van, nou, onze kernnormen en waarden, die heb ik gedefinieerd in mijn boek. Ik hoop dat ik dat nu niet even hoef te herhalen. Die zien er anders uit dan die van u. Op een aantal punten zijn we zelfs, staan we haaks op elkaar. Als het gaat over de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Als het gaat om bijvoorbeeld de behandeling van homoseksualiteit. En dat is gewoon non-existent in die cultuur. Dat is heel erg hoor. Ik ken homoseksuele moslimmannen in Nederland. Die durven dat thuis niet te vertellen. Terwijl het verder hele moderne mannen zijn. Die komen bij ons in de clubs. Nou, leuke mannen, merk je helemaal niks aan. Verschil tussen. Maar dan komen ze thuis. En als ze dan zouden vertellen, dat weten ze natuurlijk daar wel. Maar als ze zouden vertellen, ik ben homo. Dan is de absolute sociale uitsluiting. Dus ze worden uit de familie gestoten. Uit de vrienden, kennissenkring enzovoort. Ja, ik vind dat achterlijk, heb ik gezegd. En daar trek ik geen woord van terug. Altijd je handen thuis houden. Ik vond na 11 september die mensen die fikjes gingen stoken bij die moskee. Dat vond ik zo laf. Als je dat al doet, hang er dan een visitekaartje bij. Ik heb het gedaan. Hè. De mainstream, van het, de, zeg maar de hoofdstroom van het christendom, is door het beschavingsproces. Ik zie dat als een beschavingsproces. De islam zal daar ongetwijfeld anders tegenaan kijken. Door het beschavingsproces van de islam heen gegaan. Dus zeg maar, de hoofdstroom van het christendom en van het jodendom is wat wij sociologen noemen geseculariseerd. Is door de verlichting, door het humanisme heen gegaan en onderdeel geworden. Ze zijn ook toeleveranciers geworden van kernnormen en waarden van de moderniteit, de maatschappij waarin we leven. Dat is voor de islam is dat niet het geval. En dat maakt het ook verschillend. Kijk, als jij het over Urk hebt. Ja, dan heb je het over aspecten die daarop lijken. Nou, zo gauw men fysieke dingen doet
dan vallen ze onder dezelfde strafwet als wie dan ook. Dus ook zij hebben ook hun handen thuis te houden. Maar het zijn wel mensen die hier al eeuwen wonen en dit land hebben grootgemaakt. En voor mij is de islam een importcultuur. Ik zeg het wel eens zo. Het kan niet zo zijn dat de gasten het huis over gaan nemen. Nee, kijk. En zij daar ligt voor mij de grens. En dat heeft niets met racisme te maken, niets met vreemdelingenhaat, want ik hoef dat ook niet te doen. Ik ben ook niet voor de militaire aanwezigheid van de Verenigde Staten, waar ik overigens een grote bewondering voor heb, voor de cultuur, voor het land, voor de bevolking. Maar die buitenlandse politiek, daar heb ik grote vraagtekens bij. Ik ben bijvoorbeeld niet voor de militaire aanwezigheid van de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Saoedi-Arabië. Dat vind ik vraagonmoeilijkheden. Ja. Ik zeg altijd maar zo. En dat is helemaal verdraaid in de pers. Ik zei toen van, moet je je voorstellen, het leger van Alibaba, dat ligt hier in Europa. En dat gaat dan tegen ons vertellen, hè, dat u moet islamitische kernnormen en waarden. En als u dat niet doet, pas op, dan zwaait er wat. Wat zouden wij daarvan vinden? Ja. Nou, dat is precies datgene wat daar gebeurt. En dan denk ik, dat moet je dus niet doen. Wij moeten ons als gasten, moet je hopen dat je gewenste gasten bent, in hun deel van de wereld gedragen. Zoals dat omgekeerd ook geldt. Pim Fortuyn, de man op wie vanavond een waarschijnlijk fatale aanslag is gepleegd. Het gebeurde rond 6:00 op het terrein van het Mediapark hier in Hilversum. Een man met een baseballpet schoot 6 maal op Fortuyn, die net een interview had gegeven op Radio 3 FM met Ruud de Wild. Daarin had Fortuyn nog gezegd, ik ga niet snel dood, ik word 87 jaar.